Welkom allemaal. Welkom. Nou, geen Cambuur supporters hoor ik al. Come on. Welkom allemaal. Goed dat jullie hier zijn in de stad Schouwburg de Harmonie. En mooi om dit mooie moment met jullie te delen. We gaan beginnen. Voor degene die Teenskip niet zo goed kennen, hebben we ook nog een kleine introductie gedaan. Dus de mensen die het heel goed kennen, die kunnen nu nog eventjes uitchecken. Dus dat is hartstikke mooi. Onze organisatie zet zich natuurlijk in voor het volgende. Oftewel, wij weten de kloof tussen jongeren en democratie te verkleinen door juist de definitie van democratie te verbreden. Daar ga ik zo meteen even wat meer over vertellen. Maar we gaan eerst wat toelichten over de rit eigenlijk hier naartoe. En daarna gaan we vooral naar de toekomst kijken. Dat lijkt me het allermooiste. Hartstikke mooi. Dit is onze missie. En dat doen we natuurlijk via evenementen. Veel van jullie zijn daar natuurlijk al een keer bij geweest. Hartstikke mooi. Hartstikke goed. En via die evenementen weten we jongeren eigenlijk een beetje wegwijs te maken in wat je vooral ook zelf kan doen in je directe omgeving. Want dat is best wel veel. Maar we vergeten dat eigenlijk altijd een beetje uit te leggen op de middelbare school. Dus vandaar. Dat doen we tijdens onze evenementen. En tijdens onze evenementen gaan jongeren eigenlijk nadenken over maatschappelijke problemen die zij zien in hun directe omgeving. En er zijn nog vier pijlers die Teenskip een klein beetje uniek maken. Het zou zonde zijn als we die niet benoemen. En die pijlers zijn eigenlijk als volgt. We zijn echt voor en door jongeren. Al gaat die slogan voor mij bijna niet meer op. En zo sluiten we altijd aan bij de belevingswereld van die jongeren. Daarnaast worden wij altijd gedragen door de lokale gemeenschap. En wat ik daarmee bedoel is dat wij eigenlijk altijd de samenwerking zoeken met lokale overheden. Waardoor die dagen die we organiseren niet alleen een mooie introductie zijn in democratie. Maar dat er ook daadwerkelijk iets uit voort kan komen. En dat doen we samen met lokale overheden. Dat klinkt hartstikke saai, maar is ongelooflijk interessant natuurlijk. Er komt nog een punt, excuus. Maar onder andere ook democratie bereikbaar maken voor iedereen. En dat bereikbaar maken is ongelooflijk belangrijk. Want vooral tijdens de dagen die we organiseren met het MBO, merken we eigenlijk dat veel van de jongeren eigenlijk denken dat ze geen invloed kunnen uitoefenen in hun omgeving. Daar willen we eigenlijk verandering in brengen. Dus daarom doen wij onze projecten altijd op alle niveaus. Afsluitend. Doe er zelf wat aan. Ik ging er eigenlijk al een klein beetje op in. Maar wij proberen eigenlijk jongeren mee te geven wat je vooral ook zelf kan doen. En daardoor gaan onze dagen verder dan alleen een introductie in politiek en democratie. Maar zorgen we er uiteindelijk ook voor dat er van alles mee gebeurt.